Het is 7:40 uur. Veel te vroeg. Ik sta zelfs niet zo vroeg op voor examens, maar vandaag is een van de belangrijkste dagen in een lange tijd. Dus we maken een uitzondering. Dat is exact 87 dagen geleden dat ik nog ben gaan fitnessen. 87. Kijk, fitnessen in de tuin is leuk en al, maar altijd dezelfde oefening. Altijd zakrijs, hop, 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 dat was het. Dat is het enige wat ik kon doen. En soms is het een keer buiten lopen, maar nu, paradijs is geopend. Kijk eens aan, is er iets beter dan jezelf te zien terwijl je een workout doet? Het is bijna zomer. En je weet wat zomer betekent. Sun's out, guns out. Ik heb keigoed nieuws. Ik heb net mijn eerste bevalling uitgevoerd. Mijn eerste bevalling. Zelf uitgevoerd. Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij. Ik heb gewoon een baby ter wereld gebracht. Allee, met de handen. Dit is echt mooi. Het leven is mooi. Ik kan echt niet geloven. Elise van Heumelen. De mensen van de kerk. Ja, dat ben ik. Dankjewel. Ik kan voor mij echt niet zien of ik nu gelukkig ben of niet. Maar bon, het is gedaan. Het is echt wel gek. Want honestly, mijn examens zijn nu eigenlijk bijna gedaan. Ja, ik heb nog één examen, maar dat is een paper. En ik tel dat eigenlijk niet echt, want ik heb die paper al gemaakt. Dus moet die gewoon gaan voorstellen. Dus ik heb eigenlijk echt gedaan. Dat is echt een bizar gevoel. Ik heb geen idee hoe dat examen gegaan is. Ik had er echt stress voor en het was echt een vaag examen. Dus ik heb geen enkel idee of ik het goed gedaan heb of slecht. Ik denk dat het misschien sava is. Ja, misschien sava. Dat is wat ik zeg tegen mijn mama als ik weet dat ik gebuist ben. Misschien wil. Maar jong, dat was meer keuze, weet je of je gebuist bent. Je weet als je de antwoorden weet, weet je dat? Ja. Als ik een examen heb gemaakt, ik weet als ik erdoor ben, dat ik zeg dat. Ik zeg jongens, ik ben gebuist. Wat ga je doen? Ja. Pamper night, want jullie kunnen allemaal niet feesten. Netflix. Schoolleer, mannen.